Stel dat je nog niks hebt gehoord van die toespraak net, nog niks van meegekregen hebt. Wat is jullie eerste indruk? Vraag ik allereerst even aan Bernard en Geert-Jan. Wat vonden jullie ervan? Beetje saai. Totaal volgens verwachting. Meer wapens, meer steun. Rotterdam. Als voorbeeld, Rotterdam is ook gebombardeerd. En Rotterdam is ook een haven. En onze havens zijn ook gebombardeerd. Dus je weet hoe het voelt. Verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Wat verbaasde, ik denk Geert-Jan en mij ook, was het de enige verrassing was de enorme nadruk op de landbouw. Mm-hmm. Dat vond ik slim van hem. Want Nederland is inderdaad op dat gebied een heel belangrijk land. En er moet heel veel worden opgebouwd. En we mogen ook een stad uitkiezen om na de oorlog te helpen opbouwen. Nou, dat is toch leuk. Ja, heb je een voorkeur voor een stad? Mariupol zou ik zeggen. Dat zou, dat zou mooi zijn, ja. Tofee zijn, ja. Geert-Jan, wat was jouw indruk? Ja, ik vond het ook een degelijke speech. Mm-hmm. Ik werd er niet zo door geraakt als door andere toespraken die ik de afgelopen dagen heb teruggezien. Waarom niet? Deels ook wel omdat ik mee heb gekeken met de speech en niet alleen heb geluisterd en dacht, wat wordt dat ontiegelijk saai in beeld gebracht. In Denemarken bijvoorbeeld zie je een fantastische zwengende camera waarbij alle parlementsleden ook omhoog staan te kijken naar een scherm en bijna alsof je naar Borgen zit te kijken. Zo komt het binnen. Je ziet in Canada, dat werd ingezoomd op Justin Trudeau als zijn naam door Zelensky werd genoemd. Ik heb volgens mij geen één keer Rutte specifiek in beeld gezien, terwijl zijn naam wel twee keer werd aangegeven. En dan denk ik van, joh, om het wat meer impact te laten hebben, want veel mensen zijn er toch naar aan het kijken of in ons geval luisteren, laat het zien. En dan kunnen wij vertellen wat voor grimas Rutte op zijn gezicht heeft als Zelensky iets van hem vraagt. Maar dat zullen we dus niet weten nu. Of je moet het via horen, maar we weten het niet. Nee. Nee. Kort rondje ook bij mijn gasten op afstand. Ben je het eens met wat Bernard en Geert-Jan net zeiden, Peter? Deels. Ik had wat meer kritiek verwacht. Zo van, jullie doen het te weinig, er kan meer gebeuren. Mm-hmm. Ik had wat kritiek op bedrijven verwacht die nog steeds in Rusland actief zijn. Geert-Jan had het al over Philips. Hè. Philips had best wel een veeg uit de pan kunnen krijgen. En dat is niet gebeurd. Nee. Dus ik vond hem inderdaad opvallend mild. Ja, hij zei wel, stop alle handel met Rusland, die oproep. Hè. Stop ook met energie uit Rusland. Dat zijn natuurlijk best wel grote uitspraken. Of je had iets meer op de man verwacht. Ja, maar die uitspraken, dat stoppen met energie uit Rusland is meer een oproep. Mm-hmm. Het is geen kritiek. Ik vond hem inderdaad mild. Ja. Ja. Pascal, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, ik hoor jullie heel slecht, Kees. Ben ik goed te horen voor jullie? Van mij ben je goed te horen, ja. Ah, goed zo, prima. Jij vroeg mij hoe ik het vond. Ik vond het inderdaad heel degelijk, mm-hmm, een beetje zoals verwacht. Wanneer we weer overeind schoten was, denk ik, toen hij Mark Rutte direct adresseerde. Maar het is natuurlijk aardig dat hij stilstaat bij 450-jarig bestaan van Nederland. Ja, het is een beetje wat verwachten. En hij heeft het keurig gedaan. Het is niet de emotie die we zagen bij het toespreken van het Europese parlement, waar die nog meer drie slagen en nog veel persoonlijker werd. Misschien herinner je het nog dat de translator toen vol schoot. Toen hij een keurigheid bouwde het mooi op toen. Hè. We have proven our strength. Hè. We hebben bewezen dat wij ons kunnen, dat wij net zo zijn als jullie. Dus bewijs jullie nu dat je met ons bent, dat je ons niet laat gaan en dat wij samen Europeanen zijn. Nou, toen verslikte zeg maar de tolk zich in en zei, this is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom. Nou, dat kreeg de tolk er eigenlijk bijna niet meer huilend uit. En we zijn inmiddels zo gewend aan hoe geweldig hij speecht. Dat bij ons eigenlijk het hoogtepunt was toen hij Mark Rutte direct adresseerde. Ja, want toen had je echt door dat het een speech aan het Nederlandse parlement is. Rondje panel hier, Tim. Oproep dus, sterkere sancties nodig. Stop de handel met Rusland, stoppen energie uit Rusland, zodat Nederland niet meebetaalt aan de oorlog. Hoe moet je het belang van Nederland wegen als je hierover gaat debatteren? Wat bijvoorbeeld zo meteen in de Kamer gaat gebeuren? Het belang van Nederland ligt eraan welke principes ervoor staat, denk ik. Wat me opvalt de laatste week is ook dat binnenlands discussie zich ontspint van, ja, moeten we niet toch iets doen? Dat je eigenlijk op twee niveaus die discussie afgespeeld ziet worden. Aan de ene kant de experts, degene die goed in de geopolitieke wereld zitten, die zeggen, ja, er is echt een beperking aan wat we kunnen doen. Want als je een direct conflict raakt als NAVO met Rusland,
dan hebben de poppen dusdanig aan het dansen dat het eigenlijk meteen voorbij is. Aan de andere kant heb je mensen die natuurlijk vanuit de emotie redeneren, inderdaad naar die bombardementen kijken. En zeggen, ja, je kan toch niet op je handen blijven zitten. Of zelfs nog grootschalige deals door laten lopen met Rusland. En ik denk dat ik qua expertise behoor ik tot die tweede groep. En ik denk dat ik daar ook heel veel mee meevoel. Maar ik denk wel dat het klopt dat iedereen die zich langer op dit vlak begeeft, de expertise heeft, aangeeft van, nou ja, goed, het conflict dreigt zo groot te raken als je ermee bemoeit. Ja. Zoals het gaat om het luchtruim of iets dergelijks. Dat het met het huidige wapenarsenaal, zeker wat Rusland bezit als kernmacht, dat het zo erg escaleert dat je poppen zo erg aan het dansen hebt. Ja. Dat je dat niet zou moeten maar winnen. Zelensky draait het om, want als hij ons toespreekt, en dat doet hij ook met andere landen, dan zegt hij eigenlijk, wij vechten nu al jullie oorlog. Dus als jullie niet wapens aan ons leveren, dan komt het vanzelf in Europa. Had je dat gevoel dat hij dat zo aan jou vertelde? Ik moet eerlijk bekennen, mijn internet deed ook niet optimaal. Dus ik heb niet heel veel van de speech meegekregen.